akkoord. Heel belangrijk. Heel belangrijk, maar ik moet wel even iedereen weten hoe en wat. Love you. Kijk, dat is tante Frenny, die gaat jou heel hard missen. Kitty. Heb je altijd verzorgd. Toen Lotus wegging. Kate. Oh, altijd. Kies je tomaat? 2, 4, 6. Nou, je staat wel lekker in het middelpunt zo, hè? Kitty. Ja. Ben je lekker in het middelpunt zo? Ja. Zo. Van je. Hè? Ja. Ja. En dan staat ze hier ook nog. Het is zelf zoek. Hallo, erin niet van mij. Ja, daar. Kijk je Gerrit. Oh, maar Gerrit heeft een lekker strammetje, tante Frenny. Die krijg je zo meteen. Ja. Ja, Katie, die ruikt alles. Ik hoor. Katie, we gaan naar oma Gerrit. Katie. Tante Frenny is altijd heel lief bij jou, hè? Ja. Kus. Ach, kus. Wat toevallig, hè, Brett? Hallo. Ja, doe maar. Ja. Ik vind die lekker, jij wel, hè? Ja. Gooi je even zo lekker. Regelt je. Nou, ik heb kort even de groep bij elkaar geroepen. Om het volgende. Het onderwerp is er al. En dat is onze Katie. Nou, goed, als het goed is, is Katie volgende week voor het laatst. Hoogstwaarschijnlijk. En natuurlijk, Katie is hier heel lang bij ons geweest. En natuurlijk, het publiek is ook een beetje van Katie gaan houden. Nu dacht ik van, misschien is het nog leuk om een laatste leuke actie ook, dat mensen een soort van afscheid van Katie kunnen nemen, door middel van een Polly. En daardoor wil ik eigenlijk een beetje de nieuwe soort van Polly introduceren. De Polly met Katie, plus je favoriete Utopiaan. En dat mensen die kunnen bestellen via de webshop. En dat is dan alleen volgende week nog, want dan gaat Katie weg. En dan kunnen mensen een beetje afscheid nemen van Katie en de favoriete Utopiaan ook op de Polly. Zijn er mensen die het echt er helemaal op tegen zijn? Zo van, nou, dat wil ik liever niet en dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een hartstikke leuk idee hoor. Maar als er echt een stormloop opkomt dat we allemaal meteen toch met Katie op de foto moeten worden, ik weet niet of ze daar heel happy van wordt. Dus laten we wel een beetje zorgen dat het niet... Nee, maar het hoeft ook niet dat het de hele dag door is en zo. Maar we pakken er gewoon momentjes voor en dat... mensen ook nog even een klein aandenkertje kunnen krijgen van Kate. Weet je mij? Kate zit commerciële product. Zijn er mensen die het niet leuk vinden om met Kate op de foto te gaan dan? Kitty! Nee, hartstikke leuk. Yes? Ja. Nou, ik binnen. Goed laten zien, hè? Kijk. Nou, Bam, als we denken dat we heel veel foto's gaan, dat we gewoon zeggen van... Klaar. Hé, Kate? Dat is ook mooi. Nee, dat hoeft ook niet. Kijk, het is ook niet zo van dat je steeds de hele tijd met eten gaat lokken of zo. Maar je hoeft ook niet te lokken, toch? Je kan achteraan lopen. Ja. Zeg je? Je hoeft ook niet te lokken, je kan achteraan lopen. Ja, zo hard gaat ze niet. Nee. En natuurlijk is... Hij is honger, ik nog echt zo hard. En natuurlijk is ook nog de foto met Katie alleen is er ook en die bied ik dan ook aan. Het is net wat mensen willen. Ik weet ook niet of mensen zitten wachten. Katie plus een favoriete Utopia. Maar ik dacht van, nou, dan is het in ieder geval het proberen waard en... dan kunnen mensen zelf die keuze maken. Misschien leuk om er ook even een apart kopje voor te maken. Ja. Polly met Katie, of Polly van Katie alleen. Afscheidspolly. Ja, afscheidspolly. Ja, ik ben al bezig met een banner. Maar ik wou wel even kijken of iedereen het ook mee eens is. En dat iedereen het ook leuk vindt. Ja, leuk. Nou, dat was eigenlijk de mededeling. Misschien moet je erbij zetten dat garantie van Katie's kopie niet geboden wordt. Kopie? Ja, dat zeg maar de snoep erop staat. Oh joh, kijk nou, je het altijd in de camera. Nee. Nee, maar dat hoeft ook niet. Het gaat echt om het gebaar. En waarschijnlijk zit ze volgende week in Friesland. Ja. Altijd leuk. Lekker in de natuur. Samen met Beep. Dus, ja, oké. Okay. Ja, leuk. Dat was het eigenlijk. Ja, hartstikke leuk. En mooi dat ze er ook bij was nu. Ja. Om Katie te pakken. Dat moment. En dan was Katie de zwijker pakken. Gaat ze pakken ook. Ja. Wijske toch. Ja. Dat is voor jou schat. Ik ga lopen, ik dacht van nou dat is wel leuk om... Oh, dat zag je. Oké. Okay. Ja. Toen dacht je, nu is het moment. Leuk.
speciaal voor jou. Dank je. Ik heb gisteren een peukje misgegooid bij de asbak van 5 centimeter afstand. Ging niet goed. Oeh. Dat is geen goed teken. Om mijn vinger plakken. Ik denk als het aan mijn lip blijft plakken, dan wil ik hem zo eruit halen en blijft het plakken. En dan heb ik weer een gat in mijn broek. Huh? En je lip hangen en je hebt een gat in. Ja, dan valt hij van mijn lip af toch op mijn broek.